vaststaat dat Groningen echt een overwinning nodig heeft in Waalwijk om zo'n sprint, zo'n eindsprint in te zetten. Om het vertrouwen op een goede afloop echt daadwerkelijk te houden. Het lijkt een prettig voorjaarszonnetje, maar schijn bedriegt een beetje, want het is behoorlijk fris in Waalwijk. Koude wind. De opstelling dan van FC Groningen, waar beide backs ontbreken. Willems en Van Gelderen zijn er allebei niet bij. Dat betekent dat Dankerlui aan de rechterkant staat en Moussampa voor de eerste keer in de basis. Speelde voor het laatst in oktober. Moussampa moet het vandaag dus gaan laten zien. En veel draait natuurlijk om de vorm van de man voorop. Pepi met afstand, echt met grote afstand, de clubtopscorer van de FC Groningen. Hij maakte er 10. Een wedstrijd waar veel van afhangt. Voor FC Groningen, Van Gudde, voor de selectie, voor de trainer. Soeslof, korte versnelling. Clement probeert hem bij te benen, moet het nu opgeven. Voorzet van Soeslof, fase. Oh, die heeft hem helemaal niet. Hier is Pepi, loopt dan tegen Karian. De bal weer in de 16 meter gebracht. En krijgt RKC die bal niet weg. Nog altijd niet weg. En dan het eerste serieuze moment van deze eerste helft. Beetje een labbekakkerig verdedigen eigenlijk van RKC. Dat is een goede bal. Iran Dust doorgelopen. Iran Dust en de redding van Fase mag er ook zijn. Ja, een doelpunt maken. Daar hebben veel spelers van Groningen een behoorlijk probleem mee. Dat is wat kort van Anita Soeslof, attent. Pepi en Adman voor het doel. Iran Dus meldt zich ook. Het is heel ingewikkeld wat Pepi daar van plan is. En natuurlijk is Anita dan in deze situatie schuldbewust. Kramer, doorzichtig allemaal, gezien door Balker. Datzelfde geldt voor het balletje van Balker zelf. Zeuntjes, daar ligt de ruimte. Clement gaat naar zijn rechterbeen en kiest dan voor de korte hoek. En daar was de eerste grote kans voor RKC. Okili, Zeuntjes. Het dralen van Zeuntjes. Groningen eruit. Iran Dust. Moussampa. Soeslof, dan maar eens van afstand. Ja. Uit stand geschoten. Moest de fase zich toch even strekken. Dit is zeker geen buitenspel. Goeie bal, zegt de diepte in. Zeuntjes, Jozefsoon voor de goal. En daar wordt hij bereikt. Wow, dit is de misser van het seizoen. Jozefsoon. Jongen toch. Ja, hij is de enige die gezicht redelijk in de plooi weet te houden. Zeuntjes, maar de rest van het stadion kijkt op met een mengeling van verbazing en ongeloof naar deze misser van Jozefsoon. Zeuntjes nu aan de linkerkant opduiken. Goede controle. Zeuntjes voor de goal. Wel wat RKC'ers. En weer iemand eroverheen. En dan Jozefsoon. Die dat moment niet de vergetelheid in kan knallen. Bij zijn volgende mogelijkheid. Iran Dust staat toch in deze situaties te vaak toe te kijken. In plaats van dat hij er gewoon is. Meta. Dus het van Meta is niet slecht. Sterker nog, Pepi helemaal vrij. Enorme knal naar voren. Wat zou dit voor een assist zijn? Lopete met een schitterende aanname. Lopete! Nee, niet over de lijn. Zeker niet over de lijn. Lelyveld gaat daar de mist in met Pepi in de buurt. Adman aangesloten. Kan Groningen hiervan profiteren? Dat zou hier kunnen met Iran Dust die over het been duikt. En een penalty voor Groningen. Oordeelt Van der Eyck. En geel voor de doelman van de RKC. Maar was die valpartij niet al ingezet op het moment dat het contact komt met de doelman? Dat is een beetje de vraag. Fase houdt overduidelijk in met die rechtervoet. En dan laat hij zijn voeten hangen, Iran Dust. En dus wordt de penalty teruggedraaid. De overname van Groningen is van korte duur als Hover de bal zo inlevert. Zeuntjes die kan natuurlijk geweldig uithalen met de rechts. En dat heeft hij beter gedaan.
Dit is wel goed gespeeld met Bakari, Lobete, Bakari, Kramer. Zo, RKC is ineens City. Zij het kortstondig, Seuntjes. Seuntjes dribbelt er doorheen, Lobete en de redding van Verrips. Schitterende combinatie, gaat daar aan vooraf. Clement glipt er langs. Voorzet, Kramer en de voorsprong, RKC. Michiel Kramer zit 64 minuten lang totaal niet in de wedstrijd. In de eerste helft, überhaupt nauwelijks in het spel betrokken. Maar als hij er moet staan, dan is hij er. Meta voor FC Groningen. Adman zet het op een lopen. Op het juiste moment bediend. En hier is hij weg. En voor de goal is Pepi. Daar is de paas dan net te hard. Iran Dust. Sampa, Pepi, weer een kopkans en gelijk 1-1. En de vlag blijft omlaag. Heel snel doet Groningen dus wat terug en is er weer wat hoop. Zo snel gaat het in voetballen. Voor hem is het nummer 11. De spitsen slaan toe, halverwege de tweede helft. Soeslof naar Moussampa en die levert een uitstekende voorzet af. Daar zal nog naar gekeken worden, maar het lijkt oké. Okay. Het lijkt dat hij op één lijn staat of zelfs nog ietsje terug. Nu krijgt hij wel vol op het hoofd. Iran Dust. Dan word je Wintel twee keer het duel van Pepi. Een beetje overbodige sliding van Soeslof. Daarmee schakelt hij zichzelf eigenlijk uit om mee te verdedigen. Seuntjes naar Josefsson. Soeslof nu wel weer terug. Hakki, tikkie daar. En Josefsson, niks aan de hand, zegt Van Dijk. Been zwaaide wel even naar achter, maar deze beslissing valt te billijken. Heel veel contact was er niet. Seuntjes biedt zich aan. Seuntjes met het paasje. Lobete om de keeper heen. En nu? Wat doet hij nu? Corner. Uitstekend uitkomen van Verrips. Hij heeft ervan geleerd, Van Dijk. Legt hij niet meer zo snel op de stip. Anita, Seuntjes, niet bereikt. Daar zit Moussampa tussen. Nou, dan word je onderschept half. Want hier is Dankelui alweer van Groningen. Hoven, goed meegegeven. Hoven, leek balletje en dan de kans en de redding van Fase. Goeie aanval van FC Groningen. Er zit weer leven in na die gelijkmaker. Dit is prima gevoetbald. Bieret biedt zich aan. Kamer laat lopen, Lobete. En waarom komt Verrips uit zijn goal daar? Wat heeft hij daar te zoeken met Meta nog in de buurt? En dan wordt de bal op de stip gelegd. Natuurlijk gaat Lobete voor het wegtikken van de bal. Want dan kan hij wachten op het contact. Kan verder niks meer doen, maar het contact komt er. En dan legt Van Dijk die bal op de stip. Kramer voor zijn tiende. Kramer onberispelijk. Onberispelijk binnengeschoten deze penalty door Michiel Kramer. En RKC staat met 2-1 voor. RKC verslaat FC Groningen met 2-1. En Groningen ziet de keukenkampioendivisie nu heel snel dichterbij komen. Een enorm gat ten opzichte van de veilige 15e plaats.